gecontroleerd, maar komt juist tegen binnen op de drie banden. Ja, vermogen is 100 watt over. Ja, oké, prima, 100 watt. Ja, ik werk hier met 200 watt. En de antenne is een monowatt dipool voor 40 meter en die hangt 17 meter hoog over. Ben je dan horizontaal of verticaal gevolgd? Ja, horizontaal, hè. Horizontaal, oké, prima. Nou, ik heb er natuurlijk gemeld, dat ik op Friesland ook uitstekend ontvangen. Dus meneer Friesland was hier ook goed waarneembaar. Met een S5 en een Radio 4, dus dan weet je dat ook, hè. Dan ga ik er even op luisteren. Microfoon Bertoen en jou, hè, George. Ja, oké, prima. Nou, dan gaan we even kijken wie er nog meer zijn van PA, GB. Papa Hotel 4, Papa Charlie 2, Echo Bravo, Echo vanuit Drachten, hoor. Papa Charlie 2 nog een keer. Papa Charlie 2, Echo Bravo, Echo Theater. Ook vanuit de achternaal. Ja, Roger, Roger. Oké, heb ik genoteerd. Hè. En wie was er nog meer? Papa Hotel 4 Mike. Papa Hotel 4 Mike. Oké, okay, wie nog meer? Papa Delta 2, Hotel Sierra Bravo. Hotel Delta, Hotel Delta en Bravo. Nee, Papa Delta 2, Hotel Sierra Bravo. Oh, Hotel Sierra Bravo. Oké, okay. Waren er nog meer? Papa Echo 1, Juliet Lima Zulu. Papa Echo 1, Juliet Lima Zulu? Ja, is correct. Oké, okay. Nou, we zetten tijd aan met 1, 2, 3, 4. Nou, oké, okay. 2, Papa Charlie 2, Echo Bravo, Echo in het hoge noorden. Ga je gaan, over. Ja, prima, prima, joh. Ah, je komt hier, ik denk dat Twente erbij binnen, hè? Geen enkel probleem. Ik denk wel vaak hebben gesproken. De naam is Eben en Tussie H is erachter. Prima signaal. Ik werk hier met de 991, zoals je goed weet, ook met de website. Die hangt op 15 meter hoogte en die gaat naar 500 meter down. Hè. Dat is een leuke dingetje en een waterstevig. Microfoon retour, over. Ja, oké, okay, prima. Even uitstekend. Je komt hier ruimschoots 20 dB binnen. Je komt over de QRM heen, hè, want ik heb hier zo S9 plus 5 tot 10 dB rommel staan. Hè. Dus maar goed, je komt er in ieder geval goed doorheen, over. Ja, prima. Nou, mijn score is niet hoger dan 4, hè. Mijn score is niet hoger dan 4, dus daar kom je inderdaad heel erg goed overheen, hè. Prima. Nou, gaan we niet aanhouden. Wij zijn plezier samen met weer, dat zie je bij ons. Ik zit iets eronder. Papa Hotel 4 Max, Mexico, ga je gaan? Ja, dat is wel George, CA-8. Papa Hotel 4 Mike, luister naar de naam Marco Cutia Meijer. Ja, komt er goed uit inderdaad, 590 bij mij als op de GB5RV. En je komt heel goed door, George, prima signaal. Ik hoop dat dit ook bruin is. Dit met de ST710, 100 watt. En de antenne heeft het al geklapt, dus dan heb je een beetje de situatie hier. Alle andere stations ook ongeveer rond de 5-9. Een paar uitschieters die er ietsje overheen gaan, maar het is gemiddeld genomen zeg maar 5-9. En jij bent wel de uitschieter, George. Maar ja, je zit ook met een echte typo op die hoogte, dus dat klinkt goed. PA8, GB, PA4M. Ja, oké, okay, PA4M van PA8GB en de hele meute. Ja, nee, je komt er uitstekend uit. Je bent hier ook ruimschoots 20 dB. Dus dat gaat allemaal goed, hè. Ja, nog steeds allemaal dezelfde spullen die we hier hebben. Er zijn er dan nog niks veranderd, dus alles doet het nog steeds, hè. Oké, okay, prima Marco. Bedankt. En ik ga naar de volgende over. Ja, prima. Papa Delta 2, Hotel Sierra Bravo, hoor. Ja, goedemorgen. Papa Delta 2, Hotel Sierra Bravo. Naam Hans aan deze kant, Hotel Alfa November Sierra. Vanuit Tilburg met een Jezu FD991 in een simpele N-set die over mijn schutting loopt. Ja, we mogen hier nu 75 watt over. Het signaalreportje voor jou is 5920. Ja, oké, okay, prima Hans. Papa Delta 2, Hotel Sierra Bravo van Papa Alfa 8. Golf Bravo en de elementen van. Dus je komt er prima uit hier zo. Je komt hier net over de QRM heen, zo in de 15 dB. Dus dan kan ik het in ieder geval een beetje verstaan, hè, want anders gaat het.
Prima wordt hier gewerkt met 200 watt. En de antenne is een monoband dipool van 40 meter op 17 meter hoog over. Ja, dat zijn mooie spulletjes om mee te werken. Hè. Ja. Ja, goed. Voorversterkers. De preamp. Nee, je ziet, het maakt veel uit, hè? Ja, oké, geen probleem, Hans. Ik ben altijd van harte welkom en altijd wel wat te horen en wat te. Maar heel onrustig met dat ding aan, hè? Bedankt, 73, en tot de volgende keer. Papa Echo 1, Juliet Lima Zulu, over. Ja, goedemorgen, Papa Echo 1, Juliet Lima Zulu. Filip! Ik wou mij voor de start. Die heb ik lang niet gehoord. Maar ik zit hier nog wel beter bij. De naam is Wieners. Signaal report 5W plus 10 dB. En het komt rechtstreeks op deze zit via Maas 2. Uitstekend hoor. P8GB, de groep van PE1 plus C. Ja, maar PE1 en de EQC van PA8GB. Ja, ik luister ook al jaren met twee speakers, hè, op de uitgang van de transceiver. En dat klinkt 100 keer beter als dat je zo'n kast koopt van het bekende merk. Dat klinkt veel te hol, er zit helemaal geen geluid in. En die andere, dat zijn, die ik gebruik, dat zijn de twee hoge druppels van 8 ohm. En dan heb je dus hoge middentonen en lage tonen erin. En dat klinkt wel subliem. Maar ja, goed, dat hoef ik jou niet te vertellen. Jij hebt inmiddels ook al het licht gezien, over. Gelukkig wel. Als ik al achter zit, dan het licht toch niet intensief en is niet meer, joh. Nee, maar dat is wat ik net zeg van dat je vroeger met transistorradio's al. En ik ken hem ook via de geluidsinstallaties en via het mengpaneel en met de ingebouwde equalizer of zo. Dat hoeft allemaal niet. Ik ben altijd een blij mens dat ik nog steeds grotendeels analoog ben. Ik heb hier sinds enkele weken heb ik een NZ antenne opgehangen, omdat de OCS naar beneden is gekomen, maar het resultaat is er ook na. Dit is veel beter en hangt nog niet eens op de goede hoogte. Hij is al wel op link afgeklipt en staande golf, dat is allemaal prima. Nou, nog even iets verder weg dan sporende objecten voor een volwegen depot voor 40 meter, daar heb ik hier gewoon een plek voor. Want ik zit hier schoon over Noord in een rijtjeshuis en ik heb een heel erg aardige achterbuurman die sinds jaar en dag al huisbaas van 1/11 van de antenne is. En voor de OCF hing die aan de andere kant naar een boom die ik niet eens heb gevraagd of hem erin mocht hangen. Maar die boom heeft niet geprotesteerd, dus dat was wel goed. Maar die NZ die loopt ook weer naar die achterbuurman toe. En dat werkt allemaal uitstekend. In ieder geval op 20 en 15 meter. Zo te zien compenseert hij de S-meter voor de versterker, dat is wel knap. Die ze 44 meldt. En de koelzijn is trouwens Papa Echo 1 India, Quebec, Charlie, IQC. Dus schuif hem eventjes door. Ik luister gewoon even naar hier. Het is in ieder geval een pretje om hier te mogen luisteren. Een microfoon even retour. Papa Alpha 8 Golf, Bravo, van de groep van Papa Echo 1 India, Quebec, Charlie, over. Ja, oké, prima. Papa Echo in India, Quebec, Charlie.